Er bestaan twee soorten ongewenste telefoontjes. Aan de ene kant heb je echte reclamebureaus die je bellen met een promotie. En aan de andere kant heb je oplichters die achter je geld of je gegevens zitten. Als je geen commerciële reclameboodschappen meer wil ontvangen via telefoon, dan kan je je inschrijven op de Bel me niet meer lijst. Alle bedrijven die in België actief zijn en die via telefoon klanten ronselen, zijn verplicht om rekening te houden met jouw inschrijving op deze lijst. Staat je telefoonnummer dus op deze lijst, dan mag een bedrijf jou niet meer contacteren met reclame- of marketingdoeleinden. Je kan natuurlijk wel nog aan een specifiek bedrijf, zoals bijvoorbeeld je bank, toestemming geven om jou wel nog te contacteren voor bepaalde promoties. Krijg je toch nog ongewenste telefoontjes van een bedrijf voor reclame en ben je ingeschreven op de Bel me niet meer lijst, dan kan je dit melden op het meldpunt van de FOD-economie. Daarnaast heb je ook de poging tot oplichting. Je inschrijving op de Bel me niet meer lijst heeft hier niet veel nut, want oplichters gaan natuurlijk geen rekening houden met deze lijst. Zij willen enkel jouw gegevens of jouw geld. Geef ze nooit, hang op en blokkeer het nummer als je kan. En ook deze vorm van ongewenste telefoontjes kan je melden via het meldpunt van de FOD-economie.